Wijnkoperij Okhuizen is een echt familiebedrijf, opgericht door de familie Okhuizen in 1867. De laatste Okhuizen had helaas geen opvolging, maar mijn vader, die toen al werkzaam was in het bedrijf, kon het uiteindelijk overnemen. De boeren waar wij mee werken zijn heel trots op hun product. En die willen het eigenlijk niet zomaar aan de eerste de beste verkopen. Ze willen het verkopen aan iemand waar een band mee is, waar een klik mee is. En als ik op bezoek ben bij wijndomeinen, dan ik heb contact met de zoon. Maar ik zie vaak ook nog de vader rondlopen, de generatie waar mijn vader zaken mee deed. Maar ook de kinderen, die zie ik daar dan op het erf spelen. En dan denk ik, van zouden mijn kinderen straks met hun zaken doen? Het zou zomaar kunnen. Dat is wel een leuke gedachte.